En ondertussen hebben we genoeg tijd gehad om het gedeelte op te zoeken. Dus we gaan lezen met elkaar 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. En daar staat het volgende. Nu wij dus deze vrees voor de Here kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw geweten openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Eerst wil ik graag wat kernpunten, wat achtergronden delen vanuit Korinthe, vanuit 2 Korintiërs. Korinthe was een wereldstad, als zeehaven en handelscentrum de belangrijkste stad van Achaïe. De stad stond echter ook bol van afgoderij en immoraliteit. De gemeente bestond grotendeels uit bekeerde heidenen en was door Paulus gesticht op zijn tweede zendingsreis. De gemeente van Korinthe wordt gezien als een gemeente die zeer divers van samenstelling was, waar veel verschillende leer in aanwezig was en het niet eenvoudig was om in eenheid op te trekken. In dat kader zijn er ook overeenkomsten met vandaag de dag. Want hoeveel strijd is er vandaag de dag niet juist ook onder christenen en ook binnen gemeentes? Sinds Paulus' eerste brief wordt de gemeente van Korinthe nog steeds beïnvloed door valse leraren die de gemeenteleden tegen Paulus opzetten. Paulus schreef deze brief om zijn vreugde te uiten over de boetvaardige meerderheid en om de opstandige minderheid op te roepen zijn gezag te aanvaarden. Het is een zeer persoonlijke brief van Paulus. Overigens gaat het Paulus ten diepste niet om zichzelf, maar om Christus. En dat lezen we al terug in 1 Korinthe 2 vers 2, een heel bekend vers. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik wil in deze preek 3 punten behandelen. Verzoening, verandering, verheerlijking. Vee. Nou, dat is makkelijk, dat kan je goed bijblijven. En voor mij, de VVV, Tourist Information, als wij op vakantie gaan of we gaan ergens naartoe, dan is dat vaak de eerste plek waar ik naartoe moet. De kinderen weten dat ondertussen ook al. Als we ergens komen, pa wil zo snel mogelijk naar de VVV om foldertjes te halen, om eventueel een kaart te kopen van de omgeving, zodat we ons kunnen voorbereiden wat we in die periode daar gaan doen. En het geeft ook een soort richtlijn, een soort hoe je die tijd ook kunt gaan invullen. En
Vroeger had je ook nog die paddenstoelen. En daar stond ook de VVV op. Als je aan het fietsen was, VVV, AWB, die twee. Nou, dat was ook weer zo'n richtingwijze van hoe je je weg diende te vervolgen. Nou, zo hoop ik ook vandaag in de prediking als een soort richtingwijzer te zijn hoe wij in 2022 onze weg kunnen vervolgen. En de kern van het gelezen Bijbelgedeelte is vers 14 en 15. Waar staat, want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. En wie zijn die ons in vers 14? Dat zijn wedergeboren mensen die door verzoening kinderen van God zijn geworden. En het gevolg dat daar dus staat, dat slaat op deze mensen. Wedergeboren mensen. En daarmee zijn we aangekomen bij punt 1, verzoening. Dus het allerbelangrijkste is om te weten of jij of u ook bij die ons hoort. Ben jij ook wedergeboren? Dat is de allerbelangrijkste vraag. Ben jij verzoend met de Heere God? En dat geeft ook aan waarom in vers 20 gebruik wordt gemaakt van het woord smeken. En de betekenis van smeken is nederig en dringend verzoeken. Ootmoedig vragen om iets. Met klem de ander daar nou toe bewegen. In het Oude Testament werden dieren geslacht en gedood als verzoening voor de zonde. Die offerdienst, die had God ingesteld. God wilde met al die offerdieren laten zien dat zondigen niet goedkoop is. Met de komst van de Heer Jezus naar deze wereld heeft God ons het volmaakte offer gegeven. Al die offerdieren in het Oude Testament wezen erop dat de zonde verschrikkelijk is. Dat er verzoening nodig is. Maar ook dat offerdieren niet werkelijk de zonde weg konden nemen. Want iedere keer weer moest er weer geofferd worden. Maar Jezus Christus is het Lam van God. Hij is het volmaakte offer om de schuld en straf die wij verdienen te verzoenen. Christus is eenmaal voor de goddeloze gestorven. Zo schrijft de Bijbel. Het wonder van het evangelie is dat de Heer Jezus Christus de straf van zondaren op zich wilde nemen. Op Golgotha stierf Hij in onze plaats. Zijn sterven is een verzoening voor onze zonde. Luther noemde dit een wonderlijke ruil. En het is goed om allereerst het volgende te zien. God heeft ons met zichzelf verzoend. Dat lazen we in 2 Korinthe 5 vers 18... Met andere woorden, niet God, maar de mens moest verzoend worden. En vervolgens, niet de mens, maar God zelf bracht die verzoening teweeg. De verlossing is de handeling van God om de mens vrij te kopen van de boze. Als de mens dat aanneemt, dat volbrachte werk aan het kruis van Golgotha, en daarmee accepteert dat die losprijs door het vergoten bloed van Jezus Christus ook voor hem of haar betaald is, dan wordt die mens met God verzoend. Stop maar met de vraag, hoe kom ik ooit met God verzoend? Luister naar zijn woord in 2 Korinthe 5 vers 19. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van verzoening in ons gelegd. Er staat niets meer in de weg. God heeft er alles aan gedaan om ons te kunnen vergeven en zichzelf met ons te kunnen verzoenen. En dan mag ik, mogen wij, namens Christus, ook nu, jou, u, smeken. Laat u met God verzoenen. Wacht niet langer. Voor hen die verzoend zijn met de Heere God, ligt er vanochtend ook die uitnodiging om deel te nemen aan het avondmaal dat we straks zullen vieren. En voor hen
die niet of nog niet, of misschien al een tijd niet aangaan. Nou, dan toch weer de oproep. Wat zit daartussen? Wat is er nog niet gebeurd? Laat u zich met God verzoenen en getuig wie de Heer Jezus Christus voor u is. Maar ook heel bewust wil ik vanochtend doen een oproep aan jonge mensen. Wacht niet langer. Misschien weet je al eigenlijk al heel lang dat de Heere God ook voor jou aan het kruis is gegaan. Dat ook Hij jouw zonde heeft gedragen. Dan is ook nu het moment om wellicht een stap te zetten en je bekend te maken. Dat jij ook Hem wilt volgen en dat je mag weten dat, ja, dat je een kind van de Vader bent. En wat is dan het gevolg? Als wij verzoend zijn met de Heere God, dan zou het normale gevolg moeten zijn verandering. En dat is punt 2. Zie ook vers 11 van het Bijbelgedeelte. En met welk woord dat begint. Vers 11, dat staat nu wij dus de vrees voor de Heere kennen. Dus het begint met het woord nu. En dan staat er vervolgens bewegen wij de mensen tot het geloof. Er is dus iets veranderd bij Paulus en zijn metgezellen. Want het is een tijdsaanduiding. Er is iets veranderd ten opzichte van daarvoor. En dat is dat ze niet langer leven voor zichzelf. Ze bewegen mensen tot het geloof. In feite is dit ook wat de Heer Jezus ons opdraagt in Matteüs 28 in het zendingsbevel. En zou een gewoon gevolg moeten zijn. Dat wij, nu wij wedergeboren zijn, wij anderen gaan bewegen, ja, naar Christus toe. En ook vertellen over dat evangelie. Daarin hebben wij een schuld tot de ander. Om die ander ook daarover te vertellen. Waarom doen ze dat? Kijk wat er achter het woord nu staat. Nu wij dan een vrees voor de Heere hebben. Heel belangrijk. Een vrees voor de Heere te hebben. Dit zegt iets over het hebben van een juist godsbeeld. En in onze verandering die wij doormaken, gaat het steeds om het hebben en het houden van een juist godsbeeld. Om daarin ook te groeien. Voor mij, even, en dat godsbeeld, of noem het kennen van God, dat ontwikkelt zich als het goed is. We zouden erop gericht moeten zijn God steeds beter te leren kennen. Daardoor groeien we ook in de vrezen des Heren. Vrezen des Heren. Vrezen des Heren betekent een diep ontzag voor de Heere God hebben. Een huiverende eerbied voor een heilige God. God die bewerkt zelf die vrezen des Heren in ons. Besef van die grootheid van God, die zien we ook door de hele Bijbel heen. Bij godsmannen, bij profeten, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Bij Abraham, bij Mozes, bij David, bij Jesaja, maar dus ook in het Nieuwe Testament. Denk aan de roeping van de discipelen. Bij Saulus, die Paulus werd. Maar ook weer bij Johannes op Patmos. Tot hij zo in die heiligheid van God kwam en die vrees bij hem was. God neemt initiatief. En wij moeten buigen bij het zien van de grootheid van God. In tegenstelling met angst en vrees die wij kennen in het dagelijks leven, heeft de vrezen des Heren juist te maken met echt leven. Heel expliciet staat dit in Spreuken 19, vers 23a. De vrezen des Heren is ten leven. In het tweede deel van vers 11 van 2 Korinthe 5 gaat het over het geweten van de Korintiërs. Paulus wil zijn motieven duidelijk maken. Hij weet dat het voor God duidelijk is en hij hoopt dat het voor de Korintiërs ook duidelijk mag zijn. Dat ze overtuigd zijn in hun geweten. Nou, de laatste tijd gaat het best wel vaak over ons geweten. Ik wil daar iets over zeggen. Het geweten is ons innerlijk besef van wat goed en slecht is. Het bevat de innerlijke normen die ons gedrag beheersen. Die ons wijzen op onze plichten en waaraan we onze verlangens onderwerpen.
Ieder mens heeft een geweten. Het besef dat je niet zomaar alles mag doen. Dit geweten, dat kan onderontwikkeld zijn, maar ook ontwikkeld. Maar het brengt je nergens als je het niet onderworpen hebt aan God. De Bijbel spreekt over een rein geweten. Dit is een geweten dat uitgaat van onderwerping en gehoorzaamheid aan God. Dus bedenk je, als je zegt op basis van mijn geweten, doe ik wel iets of doe ik niet iets, is dat op basis van je geweten dat je je wil laten leiden door wie je bent in Christus? Maar waarbij je moet beseffen dat ons geweten nog niet volmaakt is. Maar ten eerste moet je dus afvragen, als ik uitga van mijn geweten, is dat werkelijk een afstemming op de Heer en tot ik in zijn weg wil gaan en gehoorzaam wil zijn aan hem? Of is het een geweten van je opvoeding of vanuit iets anders, wat aan zich nog steeds goede dingen met zich mee kan brengen, maar is het werkelijk het geweten dat jij onderworpen hebt aan God? Het geweten is namelijk niet hetzelfde als Gods stem. Maar door de omgang met God zal ons geweten wel ontwikkelen. Steeds meer veranderen in overeenstemming met Gods wil. Hebreeën 9 vers 14 zegt: hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Terug naar de tekst die we centraal hebben staan. Vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Om welke liefde gaat het? Agape-liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Nou, hier heb ik meer over gesproken, of hier heb ik eerder over gesproken. Dat is dus de liefde waar het niet om jezelf gaat, maar waar het om de ander gaat. Waarin je je opoffert. De tekst gaat verder. Die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. Dus in plaats van alleen de vraag te stellen, voor wie wil jij leven, voor wie leef jij, is misschien wel een completere vraag. Heb jij een bereidheid om te sterven aan jezelf, opdat je voor God gaat leven? Galaten 2 vers 19 en 20 spreekt daar ook over. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. In hoeverre bent u, ben jij veranderd? Want dit is de kern. Niet langer ikke. Of een leven waar het om jezelf draait. Het evangelie is gratis. Maar het kost je alles. Positioneel bij onze bekering zijn we gestorven. Maar dit is een terugkerend gevecht in ons leven. We moeten leren te komen steeds weer tot overgave vanuit de positie die we eigenlijk al hebben ontvangen, maar steeds weer te sterven. Steeds weer te beseffen dat we dood zijn aan ons vlees. Voorbeeld dat ik wil geven is, toen ik vroeger voetbalcoach was, toen was ik eigenlijk altijd bezig van, je moet willen winnen. Zo was ik de jongens aan het aanmoedigen tot ze de wedstrijd ook werkelijk gingen winnen. Eigenlijk zou ik vandaag met diezelfde klem wel de oproep willen doen. Je moet willen verliezen. Je moet je willen overgeven aan de Heere. Zodat Hij jou kan gaan veranderen. Dat Hij transformerend in jou bezig kan zijn. Dat je afstapt van je troontje. Maar dat Hij de troon mag innemen. De Bijbel heeft het op verschillende plekken over afleggen en aandoen. Bijvoorbeeld in Colossense 3, maar ook in Efeze 4. Is dat proces ook in jou, in uw leven aan de gang? Ben jij aan het veranderen door, oude gewoonten, oude patronen waarvan je eigenlijk weet,
Dit doe ik niet tot eer van de Heer, om die af te leggen, om daar afstand van te doen en daar nieuwe dingen voor aan te trekken. Waarvan je weet, dat is de vrucht van de geest, dat komt voort aan wie God, van wie God is en wat hij in mij heeft gelegd. Nou, dat zou het normale christelijk leven moeten zijn, om langs die weg te gaan. Afleggen en aandoen. En door beproevingen en verzoekingen heen. Vooral ook in Jacobus in het begin, waar de afgelopen tijd een paar keer Michael Goussira over heeft gepreekt. Hoe normaal het is dat we met moeite en moeilijkheden te maken hebben in ons leven. Maar tot dat een doel heeft. Om door daar doorheen te veranderen. Om steeds meer te gaan leven voor God alleen. God geeft ons die testen. Met als doel dat we dus veranderen. En tot ons innerlijke mens, waar Jeroen het ook had in de opening. Tot die ja, steeds meer ook, ja, tot je van daaruit die verandering ook gaat zien. In plaats van dat we de buitenkant aan het oppoetsen zijn. Vandaag de dag gaat het natuurlijk heel veel hoe je aan de buitenkant eruit ziet. En wat daarin mensen, nou de eerste indruk die men heeft. Maar uiteindelijk is het veel belangrijker wat er in ons binnenste zit. Hoe ons innerlijk eruit ziet. En vanuit dat innerlijk, ja, mogen we ook veranderen naar de buitenkant toe. Maar het zou verkeerd zijn om dat om te draaien en eerst de buitenkant maar voortdurend op te poetsen en te hopen dat daardoor je innerlijk ook gaat veranderen. Nee, het gaat van binnenuit. Durf je dat aan te gaan in 2022? Uit die comfortzone te komen. Om je daaraan over te geven. Om, ja, net zoals Jesaja eigenlijk, die zo onder de indruk was van God. Wee mij. Maar vervolgens ook zei, zie, hier ben ik. Zend mij. En in die beproevingen en verzoekingen hebben we een groot voorbeeld. En dat is de Heere Jezus Christus zelf. Dus willen we leren hoe om te gaan met beproevingen en verzoekingen, dan moeten we op hem zien. 2 Korinthe 3 vers 18, die leert ons wat dat uitwerkt. Verandering, dat kan niet anders. Het zou het gevolg moeten zijn als wij hier doorheen gaan, tot die verandering in ons ook gaat plaatsvinden. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. We hebben bij punt 1 gezien dat het begint bij verzoening door God zelf. Hij heeft het volledig bewerkstellig. Verzoening heeft herstel gegeven in de relatie met de Vader. Genade betekent niet alleen dat God het goede voor ons zoekt, terwijl wij dat niet verdienen. Het is ook een kracht van God die daadwerkelijk werkzaam is en goede dingen in en voor ons teweeg brengt. Dus ook dat veranderingsproces, veranderen naar het beeld van Christus, ook dat is genade. Welke genade? Je verandert door steeds meer met Christus bezig te zijn, zodat er groei zal zijn in genade en kennis van Christus Jezus. Er is gemeenschap met de Vader door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Laat dat eens op je inwerken. Denk er eens over na. De gemeenschap die hersteld is met de Vader en waar je deel aan mag hebben. En die gemeenschap die is nog steeds niet optimaal. Dat heeft ook te maken met de gebrokenheid. Maar ook dat we nog steeds zondigen. En dat kunnen we ook. En dan kunnen we ook ervaren als dat gebeurt, dat er ook als het ware iets tussen ons en God instaat. Daarom blijft het ook belangrijk om onze zonde te belijden en onze afhankelijkheid van de Here in te zien. En Johannes 1 vers 19, dat leert ons ook hoe we daarmee hebben om te gaan. Of wat we eigenlijk ook daarin mogen ontvangen. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het zorgt ervoor dat we in het licht kunnen blijven wandelen. En dat is het terugkerende proces. Die cyclus, als het ware, laat ons proeven van zijn genade steeds weer. Die genade houdt nooit op. Daar zit geen einde aan.
En in dat kader kom ik bij punt 3, verheerlijking. Terug naar vers 15. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is. Is dit waar? Ben ik volledig? Nee, want wat mist er? Naast dat hij voor ons gestorven is, is hij ook opgewekt. De opstanding is de triomfantelijke en glorieuze overwinning van elke gelovige in Jezus Christus, die volgens de schrift stierf, begraven werd en op de derde dag uit de dood opstond. Dus in dat opgewekt zijn ligt een geweldige vreugde ook voor ons. Daardoor mogen we weten dat er een hoge priester is die voor ons bidt en pleit. Want dat werkt het uit. Hoe meer wij de weg gaan van het leven voor hem, des te meer komen we dan ook in het doel van onze oorspronkelijke schepping. Leven tot lof van zijn heerlijkheid. En dat werkt ook een heerlijkheid in onszelf uit, als we dat gaan doen. In Johannes 17, vers 22 zegt de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed: en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Het diepste doel van de mens is om zijn schepper te verheerlijken. En door het reddingsplan van de Heer Jezus Christus zijn we weer teruggeplaatst in dat oorspronkelijke plan. Hem verheerlijken. Om zo in onze bestemming te leven zal ons vreugde geven. Dat is een leven waar het om Jezus Christus gaat. En dit is geen individuele reis. Maar het is een reis als gemeente die aan elkaar gegeven is. En als we kijken naar de kernversen die we vandaag hebben behandeld, nou, dan is de vraag, zien we dat terug in onze gemeente? Die opofferende liefde, het niet langer voor jezelf leven, het niet langer denken van, maar mijn smaak moet wel heel nadrukkelijk naar voren komen in deze gemeente. Of mijn mening, daar draait het om. Zijn we bereid om daaraan te sterven en ons te stellen onder het woord van God? En totdat de autoriteit mag zijn in onze gemeente. En daarin zijn we ook aan elkaar gegeven. Ook om met elkaar daarin op te trekken, zo verschillend als we zijn. Dan treedt als het ware het opschuren van parels in werking. En een parel wordt steeds mooier als je hem gaat schuren, want dan krijgt hij glans. En zo zijn wij ook bedoeld met elkaar op te trekken, om ons te schuren aan elkaar, zodat er ook glans zichtbaar wordt in die omgang die we met elkaar mogen hebben in Christus. Als Gods verheerlijking van zichzelf in Christus jouw onze blijdschap is, zal die blijdschap nooit ophouden. Dat is echte vreugde. Vanochtend mochten we stilstaan bij VVV, verzoening. Ben jij verzoend met God? Dat is de belangrijkste vraag die ik vanochtend hier in het midden wil neerleggen. Tweede, verandering. Zit u in een proces van verandering naar het beeld van Christus? Verheerlijking. Houd jij je bezig met je hoogste roeping? Leven tot eer en verheerlijking van je Heer en Heiland. Onderzoek jezelf, onderzoek u. Waar zijn jouw gedachten op gericht? Begin je bij God, bij wat Hij wil en waar Hij recht op heeft? Durf jij vanochtend aan het begin van het jaar voor het eerst of opnieuw je toe te wijden aan de Heer Jezus Christus? En als het ware te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik behoor u toe. Amen.